waar je heen moet, jongens. Heel duidelijk. Dat is waar je parkeert. En hier, dit is waar je naartoe moet lopen. Nou, we zijn er. De Steenbras River Lodge. En dit is het hek. Hey, leuk dat je kijkt naar deze reisvideo vanuit Zuid-Afrika. Wat gaan we vandaag doen, Jorg? We gaan vandaag naar de Crystal Pools. En het toffe is dat heel weinig mensen eigenlijk weten dat die hier zijn. Zelfs de locals zijn hier eigenlijk nog, heel veel mensen zijn hier nog nooit geweest. Ze kennen het niet eens, dat is best grappig. Dus dat is wel cool dat wij daar nu heen gaan. En dat aan jou gaan laten zien. Yes. Ja, het is ongeveer 3 kwartier tot 1,5 uur lopen. We hebben niet precies een idee, want wij hebben het ook nog nooit gedaan. En er zijn hier 3 natural pools. Dus als het goed is gaan we zo ook nog een lekkere duik nemen. Daar heb ik wel zin in. Yes. Kijk even, de berg. Daar moeten we straks overheen, denk ik. Soort Lord of the Rings. Soort Lord of the Rings ding. Oké, let's go. Nou, we kunnen nog wat luipaarden tegenkomen hier. Wat leuk. En een Cape Clawless Otter. Nee, maar even serieus. Dit zit hier toch niet? Jawel. Wildlife of the Fynbos. Ik wil wel een baboon zien. Vind ik wel leuk. Of een wilde hond. Hyena. Ja. Is van de past. Oh ja. Als je niet weet waar je heen moet, je moet dit soort stapjes gewoon even volgen. Is dit niet het pad? Wat is daar dan? Ik hoor water. Het is net of we in Center Park zijn. Ik wil waterbaan is dit. Ah, ja. Oh, we zijn een beetje van het pad afgedwaald. Zelf van het pad af. We hebben een beest gevonden. Hij gromt. Yay! We zijn bij poeltje 1 gekomen. Woe! Heel klein. Het water is wel super helder. Nou, ziet er leuk uit, maar we gaan door naar nummer 2. Nou, we zijn al bijna boven. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Het is wel avontuurlijk in ieder geval. Wow. Is dit 2? Oeh. Ja, het moet wel toch? Is jawel. Nog een derde, toch? Is ook nog een derde, ja. Tegelijkertijd het gebied in. Je moet er wel wat voor doen. Je moet namelijk van tevoren per mail een vergunning aanvragen. Je moet al vooruit betalen. Het is helemaal niet duur. Het is geloof ik €3 per persoon. Maar je moet dat wel even laten weten. En ja, als je dat dan hebt gedaan, die moeite hebt genomen, dan zit je hier wel lekker helemaal een juppie. Op dit tweeën. Dat is wel echt top. Genoeg tijd om foto's te maken. Thank you.
Dit is echt een toptip. Crystal Pools, maar 1 uur rijden vanaf Kaapstad. Prachtige natuur en bijna niemand weet het. Wil je meer tips over Zuid-Afrika? Ga dan naar mijn blog sunnyzoektgeluk.nl. Doeg!